Deze en meer van dergelijke diepzinnige onzin krijgt u nu nog 55 minuten in de Nederlandse Rock and Roll Methode! Fred Franke en de Rocking Diamonds uit Rotterdam en uit 1959. En de bezetting die was als volgt samengesteld. Er waren vier broers uit Indonesië van de familie Koster. Er was een Nederlander op saxofoon en een Nederlander op basgitaar. Fred Franke en de Rocking Diamonds aan het begin van een rock'n'roll methode die alleen maar Nederlands spul herbergt. Uti en Israel Rockets. En die kwamen uit Den Haag. En ik vraag me eigenlijk af of dit afkomstig is uit 1963. Het heet Susie Twist. Hello, Susie. Einen Augenblick, du versäumst dein Glück. Geh nicht fort von mir, bleib ein bisschen hier. Susie, oh Susie, oh Susie. Ich hab Tag und Nacht nur an dich gedacht. Und wie schön es ist, wenn du bei mir bist. Susie, oh Susie, oh Susie. Du schaust auf die Uhr und zeigst immer noch. Ich bin so allein. Come on, baby. Bitte, 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 bitte geh nicht fort von mir. Bleib ein bisschen hier, weil ein junger Mann nicht nur träumen kann. Susie, oh Susie, oh Susie, Susie.
in the look. Ich bin's all I am. Come on, baby. Bitte, 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 bitte. Ich hab Tag und Nacht nur an dich gedacht. Und wie schön es ist, wenn du bei mir bist. Susie, oh Susie, oh Susie. Susie, oh Susie, oh Susie. Susie, oh Susie, oh Susie. Jimmy Ward with Uchi and his Real Rockers uit 1963 naar alle waarschijnlijkheid met een single die alleen in Duitsland is uitgebracht en die heet Susie. Jimmy Ward, dat was de naam van de Schotse zanger. Frits Galistan speelde solo. Ronnie Kortenbach, bas. Jan Patti op de drums. Alex Huwabi, eerste slaggitarist. En Roy Alfons, tweede slaggitarist. Deze single is zo zeldzaam. Met op de voorkant dus Susie Twist en op de achterkant Teen Beat Slop. Dat wist je nog niet. Dat we ook de achterkant laten horen. Stop the bopping, take it now, baby, take it to my teen beat slop. Come on, everybody do it, everybody take it to my teen beat slop. And now, everybody started bopping, well, we're all really, really starting slopping. Well, teen beat, baby, found us, teen beat slop. Come on, everybody to my teen beat slop. Everybody take it, everybody do it to my teen beat slop. Show now, now, baby, baby, it's better than a slow now. Baby, 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 what a crazy slide. Baby, 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 that's a teen beat slide. And now that you've got something, well, we're really all really starting sloppy. Oh, the teen beat, baby, do my teen beat slide. Everybody do it to the teen beat slide. Everybody take it, everybody do it to my teen beat slide. Oh, yeah. Jimmy Ward with Uti en his Real Rockers in Teen Beat Slap en daarvoor Susie Twist. En dan Boy en his Rolling Kids uit Zaandam. En ook met een nummer uit 1963. Met Boy Jansen op solo. Vico Gagliardi, drums. En Henry Peter, bas. Boy en his Rolling Kids in Sunrise in Malaysia.
Eindhoven en we schrijven 1962 en daar zijn ze. John Lamers zang, Kees Dingen solo, Harry van der Akker bas, Tony Willems slag en Jack Bierens drums. John Lamers en Kees en de Skyliners in het nummer Yours. Yours and yours alone. I'll be press your lips to mine, where they belong, every day and night. I'll walk beside you, yours and yours alone, to share your dreams and make them all come true. John Lamers en Kees in de Skyliners in Yours. En dan nu Erik van Eldik en zijn Shaking Hearts uit 1960 uit Amsterdam ook. Erik van Eldik zang, Johnny Antonio solo. Hij is ook bekend van de Black Arrows en hij speelde tijdens zaaloptredens afwisselend de solo-gitaar met Jan Akkerman. Goos de Boer, slag. In 1961 naar Little Henny en de Shaking Boys. Goos de Boer. En tenslotte Simon Twin, drums. Je weet wel wat dat betekent, hè? Zang, solo, slag, drums. Want dan hoef ik niet zo ver uit te wijden. Erik van Eldik met zijn Shaking Arrows. Pardon, met zijn Shaking Hearts. Lach voor de hand in verband met die Black Arrows van Johnny Antonio. En het nummer My Body. My body is over the ocean.
my Bonnie is over the ocean. Please bring back my Bonnie to me. Yeah. En de Shaking Hearts, het is allemaal niet zo fraai zijn nu en dan, maar het is wel heel erg mooi wat betreft de authenticiteit, het woord dat eerder is gevallen in deze rock'n'roll methode met uitsluitend Nederlandse rockmuziek uit eind 50er, begin 60er jaren. En we hebben al meteen een reactie gehad van Mels de Zeeuw. Hij betrapte ons op een aantal kleine fouten. De bezetting van de eerste groep die we draaiden vanavond, dat nummer Wild One, uitgevoerd door Fred Franke en de Rocking Diamonds, en het gaat dus om Fred Franke en de Rocking Diamonds, die was als volgt: Rietje Kruithof, Jan Henvaarde, Benno van de Wegen en Peter Teunissen. En nog twee onbekende Nederlandse jongens. En diezelfde Peter Teunissen die komen we ook weer tegen in Uti met zijn Real Rockers. Peter Teunissen, afkomstig uit Rotterdam, zoals de rest van de groep Uti en his Real Rockers. Uti, Jim en Earl Johannes. Zo heten ze. En we draaiden daarvan eens even kijken of ik dat... 1, 2, 3, ja. Jimmy Ward... Die lieten we toen zingen, de Schotse zanger. En we draaiden Suzy Twist en de Team Beat Slap, omdat dat zo waanzinnig uniek is. Heel apart. Bijna niet te verkrijgen. 3,5 minuut voor 19:30. Zometeen de agenda wat je te wachten staat. Want ondanks dat we nu alleen maar Nederlandse rock and roll muziek draaien, doen we toch even de agenda. En we hebben nog een plaat voor je ook nog. Deze. Rest the steers from your heart and try. Yeah.
Sarah Twist, oftewel Brass Those Tears van Ricky Blake and the Royals uit Den Haag, 1961-1962. En deze groep was het vervolg van de Black Dynamites. Ja, ja. Vanavond is er een grootse rock'n'roll avond met de Shaking Arrows. En tevens rock'n'roll disco. En dat begint om 8 uur in het kelderke te Horen bij Roermond. En ik weet dat ze nu allemaal luisteren naar de rock'n'roll methode. Goedenavond daar in het kelderke te Horen. Namens Louis en ik een bijzonder heugelijk welkom. Vanavond in Jeugdhuis Kempengraat, akker 118 Turnhout, België. Rocking Dopsy en his Cajun Twisters. Rocking Dopsy en his Cajun Twisters. In Jeugdhuis Kempengraat, akker 118 Turnhout in België. Ook vanavond de tickets in de Alcobar te Os. En die beginnen om 8 uur te spelen in de Alcobar. De tickets. En verder een optreden van Pee Wee and the Specials in Societeit Phoenix in Delft. Alleen weten we niet precies wanneer het nou is. Het begint in ieder geval op het middernachtelijk uur. Of het nou vannacht is of morgenavond, het is ons nog onduidelijk. Misschien dat Pee Wee en de Specials ook nog even kunnen laten weten. En morgenavond de Rascals in Dancing the Harmonie, Kerkplein C1 in Hippolytus Hoef. De Rascals beginnen in Dancing the Harmonie in Hippolytus Hoef om 8 uur morgenavond, zaterdagavond. Dan organiseert een firma waarvan we de naam niet zullen noemen, een internationale rock'n'roll meeting op zaterdag 29 maart aanstaande in het Karregat aan de Urkhovensweg in Eindhoven. En tussen 1 en 5 is er een zogenaamde ruilbeurs met disco. En om 8 uur is er een optreden van Pee Wee en de Specials uit Nederland en uit Engeland Matchbox en uit Amerika Ronnie Hawkins en his American Band. Pee Wee and the Specials uit Nederland, Matchbox uit Engeland en Ronnie Hawkins en his American Band uit Amerika, de naam zegt het al. Vanaf 8 uur 's avonds tijdens die rock'n'roll meeting, die 's middags al om 1 uur begint en die dan tot 5 uur doorgaat met een ruilbeurs en disco. In het Karregat aan de Urkhovensweg in Eindhoven op zaterdag 29 maart van dit jaar. Dan heb ik nog een heleboel tijdschriften ontvangen in de loop van de afgelopen maand en dat is de eerste van de maand. En daarom noemen we al die tijdschriften even met het fanclubadres daarbij. Of het tijdschriftadres, dat mag ook. Maar meestal zijn het tijdschriften van fanclubs. En dat doen we zo ongeveer 7:45. Door met deze aflevering van de rock and roll methode die uitsluitend Nederlandse rockmuziek bevat. Waar Louis Smeets zich werkelijk het lablazer is voor heeft gewerkt de afgelopen dagen. Om de meest zeldzame platen bij elkaar te schrapen. En het is hem gelukt. We hebben nog zoveel materiaal hier liggen, nog zoveel zeldzaam materiaal dat er nog een uitzending moet volgen zeer binnenkort. Dat hoor je nog wel. It took 100 years to make that old tree grow. And there beside that tree I learned to love you so. Hear the sunshine before that old tree grows, but it only took a minute, baby, to fall in love with you. Yeah, did it take a lifetime to make my dreams come true? No, it only took a minute, baby, to fall in love with you. It took a million stars to make that starlight shine. Don Devil en his Drifters met It's Only Took a Minute uit Gorkum. 1965 materiaal met Fred Pot, zanger, en Arie van Zoelen. En verder hebben we geen gegevens van FJ King with Don Devil and the Drifters, want zo heet hij ze officieel. Dan nog dat optreden van Pee Wee en de Specials. Dat vindt plaats in Societeit Phoenix in Delft. En dat vangt aan vannacht.
om 11:50. Het is 7:45. En de muziek kan niet op van Nederlandse bodem. Het is werkelijk onvoorstelbaar wat hier allemaal tentoongespreid wordt. Clark Richard en de Tropical Stars. Wel eens van gehoord, ze kwamen uit Dordrecht. Uit 1961 met I'll Try. A game of love in every way. I try. Oh yes, I try. Oh yes, I try. I try, but I can't say goodbye. Well, I can't forget those heavy nights we hold each other near and tight. You promised me we'll never part, but now you wanna break my. Het onmiskenbare zanger Barto, de solo-gitarist Luki, de drummer en Timmy, de bassist. Dat waren ze, Clark Richard en de Tropical Stars met I'll Try. In de studio Hans Segers uit Asperen. Hij komt uit Zuid-Holland, want Asperen ligt daar. Hans, hartstikke welkom. Jij hebt het merendeel van die platen verzorgd hier. Het zijn allemaal hele zeldzame exemplaren. Hoe lang verzamel jij al Nederlandse rock'n'roll muziek? Nou, echt verzamelen een jaar of 10 ongeveer. En hoeveel heb je er thuis ongeveer? Nederlandse rock'n'roll? Ja. 800-900 singles en een 30 LP's. Waarom ben je ertoe overgegaan om Nederlandse rock'n'roll te sparen? Om Nederlandse rock'n'roll te sparen? Ik denk dat je het een beetje moet onderscheiden van Amerikaanse en Engelse rock'n'roll. Onder andere, Nederlandse rock'n'roll is begonnen eigenlijk via de Indo-groepen van de begin jaren 60. En dat trok mij echt speciaal aan. Waarom? Ze hebben een heel eigen ritme, ze hebben een heel eigen stijl van muziek brengen, wat me erg aanspreekt. En ik kom uit Noord-Holland vandaan officieel. En daar traden een aantal van die groepen regelmatig bij ons gewoon in het café op zondagavond. En dat was heel erg leuk. En ging kijken, je kwam eens in aanraking en je kocht de platen. Inderdaad. En toen eigenlijk nog niet zo, omdat je gewoon regelmatig er naartoe kon gaan. En op een bepaald moment waren die platen praktisch niet meer te krijgen. Toen was het hey. Toch leuk eigenlijk. En toen ben ik het eigenlijk gaan verzamelen. Wat is nou de meest moeilijk verkrijgbare single gebleken achteraf, of LP? Mijn zin is de single die je gedraaid hebt inderdaad, van Jimmy Ward en Ootie en His Real Rockers. Wat heb je daarvoor moeten doen? Ik heb eerst de hoes verkregen.
En later heb ik de single gekocht. Voor hoeveel, als ik vraag mag? Nou, dat vertel ik eigenlijk niet. Nee? Nee. Maar wel heel veel. Loopt het in de honderden guldens? Nee, niet zo. Niet zo? Maar wel er tegenaan. Op een ruilbeurs gewoon? Nee, bij iemand thuis. Je wist dat iemand? Hij belde mij op van ik heb hem. Hij wist dat jij verzamelaar was? Ja, inderdaad. Dat weten een boel mensen. Geruchten. En toen belde hij me op en toen ben ik dezelfde avond in de auto gestapt. En van nou, dan kom ik hem meteen halen, want dat is zo zeldzaam. Hoeveel is die verzameling waard ongeveer? Want? Mijn verzameling? Allemachtig. Ik denk dat je toch gauw in de buurt van de 50.000 gulden kom. Dan praat ik niet alleen over Nederlandse rock'n'roll, maar alles bij elkaar. Maar als je hem zou willen verkopen, dan kom je hem aan de straatsteen niet kwijt als verzameling als geheel natuurlijk. Alleen bij echte verzamelaars alleen. Bij echte rock'n'roll liefhebbers natuurlijk. Het heeft geen zin om in te breken bij Hans Segers thuis. Dat is inderdaad goed beveiligd. Ja? Ja. Staat het allemaal achter slot en grendel? Ja. Op alfabetische volgorde? Op alfabetische volgorde. Alsjeblieft, wat een werk heb je eraan gehad. Ja, maar dat is ook mijn hobby, hè. Hoe lang doe je erin? Wat? Per dag? Aan die hobby? Ik denk toch gauw een anderhalf uur. Ja? Dat ik ermee bezig ben, ja hoor. En nog steeds nieuwe LP's en nieuwe CD's? Ja, nog steeds, ja. En dat zijn niet alleen de nieuwe releases, maar dat zijn... Nee, ik spaar helemaal geen nieuwe releases. Doe je die laat niet. Ik helemaal zitten, ja. Ik verzamel echt tot en met 65, dan stop ik. En dan ga je dus allemaal originele. Hoe moet ik me dat voorstellen? Ga je een half uurtje telefoneren? Bijvoorbeeld ja, maar wel langer vaak. Ja. En dan ik stap in mijn auto en ik ga naar Groningen en ik ga naar Tilburg en naar Eindhoven. Ik ga bij mensen praten en kijken of dat ik wat los kan krijgen. Deze die we nu gaan draaien, Take It Easy van Tony and His Magic Rhythms. Die heb ik gekocht van een jongen in Druten, Gerard Scharmburg. Die had hem dubbel? Die had hem niet dubbel, maar die verzamelt iets anders. Wat verzamelt hij? Verzamelt Engelse beat. Alsjeblieft. Maar die mensen die weten gewoon dat ik dit verzamel, dus dan krijg ik telefoontjes van zus en zo. Komt ie, Take It Easy, Tony and His Magic Rhythms uit 1972 en ook uit Dordrecht. Even Hans Segers, die maar druk aan het doorpraten is over zijn hobby. Hans, je wilde nog wat kwijt. Ja, inderdaad. Wij zijn met een aantal mensen zijn we bezig om die Nederlandse rock'n'roll een beetje compleet te krijgen. En dan heb ik eigenlijk twee of drie vragen heb ik eigenlijk te stellen aan het Nederlandse publiek. Ten eerste, er is een boek uit. Dat is gemaakt door Jos Evers. En Jos Evers die woont op de Oostwoude Dorpstraat, nummer weet ik zo uit mijn hoofd niet, 83 in de Oostwoud. Ja. Daar kunnen mensen eventueel dit boek bestellen. En wat gaat het boek over doen? Dit boek dat gaat over vooral over Nederlandse rock'n'roll van 1958 tot en met 1965. En voornamelijk over instrumentale rock'n'roll. En vooral over instrumentaal, ja. Ten tweede zou ik
mensen in Nederland die eventueel in een rock'n'roll groep vroeger gespeeld hebben of er veel van af weten, die zou ik willen oproepen om contact met mij op te nemen om ons overzicht compleet te maken. Ja. En mijn adres is Dirk Willemsstraat 2 in Asperen. Mm-hmm. En mijn telefoonnummer is 034-51-79-67. Is er iemand thuis nu? Want dan op dit moment is er niemand thuis, maar vanaf morgen is er in ieder geval wel iemand thuis. En dan heb ik nog een derde verzoek. En dat is of dat Jan Schouten van Electric Johnny en de Skyrockets zich zou willen melden. Of bij Joost Evers, of bij het adres wat ik net heb opgegeven. Waarom? Om het feit dat we eigenlijk heel weinig afweten van Electric Johnny en de Skyrockets. Omdat we niemand te pakken kunnen krijgen om te praten over hun muziek en hun platen. Nou heeft Hans zoveel adressen uit elkaar genoemd. Ik zal ze zo meteen nog even op een rijtje zetten. Het is wel eens kwart voor acht, maar dan krijg je ze tegelijkertijd met de adressen van de fanclub mensen en ook van de fanbladen en ook van de tijdschriften die allemaal met rock and roll te maken hebben. Na de volgende plaat van Wanda met Johnny en de Cellar Rockets. Come on everybody, clap your hands. Ah, you're looking good. I want to sing a song. It won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again. Like we did last summer. Come on, let's twist again. Like we did last year. Do you remember when things were really coming? Yeah, let's twist again. Twist time is here. Here, round, round and up and down we go again. Oh, baby, make me know you love me so. Like we did last summer. Come on, let's twist again. Like we did last year. Twist! Twist Again van Wanda. Mag ik weer, man ik dit? Wil ik weer, dat is niet oké. Es wird funny, 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 sein, sunny, 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 funny, 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 mit dir. Mag ik weer, man ik dit? Weißer Sand und blaue See, das wird funny, 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 sein. Sunny, 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 honey, 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 mit dir. Lass die anderen Boys doch gehen. Sag nicht nein, komm mit mir, ich lade dich ein. Mach mit mir Holiday. Baby, wär das nicht okay? Es wird funny, funny, funny sein. Sunny, sunny, sunny sein. Honey, 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 mit dir. Es wird funny, funny, funny sein. Sunny, sunny, sunny sein. Honey, 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 mit dir. Mach mit mir, Holiday, weißer Sand und blaue.
Stars met René en The Alligators. En Mach mit mir Holiday uit Den Haag kwamen ze, René en The Alligators. In 1964 was deze plaat afkomstig die alleen in Duitsland is uitgebracht. Dat lijkt me wel duidelijk gezien de tekst. Tony Light is ook nog te gast in de studio en heeft een nieuwe LP meegebracht. Die heet Country Meets Rock'n'Roll. Ze nu een rock'n'roll en veel country of veel rock'n'roll en ze nu een country. Wat is het, Tony? Goeie vraag. Laten we het kort maken. Meer naar de rock'n'roll en voor de stille uurtjes de country. En wat gaan we nu draaien? Is dat rock'n'roll of is het country? Dat wordt een nieuwe single. En dat heet? Rosalie. Is het rock'n'roll? Het is rock'n'roll. Met de LP Country Meets Rock'n'Roll en daarop de nieuwe single Rosalie. Wanneer komt die uit, Tony? Dan weten we dat alvast. Ik denk een week of drie dat de single uit gaat komen. Oké, we horen meer van je. We hebben wat weinig tijd, maar we zitten ook zo vol met allerlei groepen uit Nederland uit de jaren 50, 60. Hartelijk dank voor je komst. Veel succes met je LP, ook met de single. Graag gedaan. En we horen nog meer van je, want we zullen hem zonder twijfel nog een keer laten horen. Tot slot van deze Nederlandse rock'n'roll methode, die een herhaling krijgt op 6 april, vrijdag 6 april. Dan zijn ook Pee Wee en de Specials te gast. Krijgen we de Torero's met Fried Eggs. De Torero's uit 1965, afkomstig uit Hilversum met Hans Hollestelle als solo-gitarist, Jan Hollestelle als bassist, Martin Bijlaert als rhythmgitarist en tenslotte Rudy Klein op de drums. En waarschijnlijk nu ook achter de tafel van de techniek hier ergens in Hilversum.
week doen we weer iets heel bijzonders in de rock'n'roll methode. Dan is er weer zo'n langzame aflevering met alleen maar van die schuifelmuziek. Heerlijk is dat. Louis en ik bereiden ons er alvast op voor. Hartelijk dank aan de toureros, hartelijk dank aan iedereen. De rock'n'roll methode maakt mij altijd zo... rustig.